Joost van Ende, je hebt vandaag Enzeloop hier gewonnen. Ik mag wel zeggen, met grote overmaat heb je gewonnen. Hoe is je verhaal? Ja, mooie wedstrijd. Uniek parcours in Nederland. Blijft prachtig om hier terug te komen. Zeker met de achterheb hier in de haarspelbochten. Dan heb je even een klein stukje naar beneden best wel stijl. En dan nog eens klim. En dan is het gewoon één keer naar beneden. Dus eigenlijk is het nergens vlak. En de eerste twee rondes was het een beetje inkomen. Toch de eerste wedstrijd van het seizoen. Vooral de eerste ronde was even wennen. Tweede ronde ook. En Roger Smeets was vandaag tegenstander. Dat is natuurlijk een oude bekende hier in Limburg. Het is prachtig om weer tegen hem te lopen nu hij terug is. En ja, hij was echt sterk. En, hoe had je hem eigenlijk ingeschat? Van tevoren, wat dacht je? Wat kon je van hem verwachten? Ja, dat was dus heel lastig, omdat hij dus weer zijn eerste wedstrijd liep na een hele lange tijd. Maar Roger heeft natuurlijk fantastische PR's van de 10 kilometer tot de marathon. Dus je moet hem nooit uitvlakken. En ik was dus begon een beetje te knijpen toen hij na twee rondes nog erbij zat. Dus toen ben ik de derde ronde ben ik hier flink omhoog geknald. Alles wat ik nog had. En toen kon ik gelukkig een gat lopen. En dan kon ik relatief ontspannen nog de tweede helft van de laatste ronde lopen. En dat gaf wel een lekker gevoel. De laatste ronde ben ik echt heel tevreden. Dat was echt mooi. Ja, je had een duidelijke voorsprong eigenlijk. Joost, wat is eigenlijk jouw planning voor dit komende crossseizoen en daarna? Ja, het crossseizoen over twee weken 7-Heuvel loopt, dus ben ik heel erg benieuwd naar. Het is onze thuiswedstrijd, onze hoofdsponsor van het 7-Hills Running Team, dus het is hartstikke leuk natuurlijk om daar te lopen. En ik hoop snel te lopen dan twee jaar geleden. En verderop wil ik vooral omvang maken in de trainingen en dan ook in de wedstrijd dus ook iets langere werk opzoeken, een halve marathon bijvoorbeeld in Egmond of in Venlo of iets dergelijks. En wat denk je daar, wat voor tijd denk je daar te lopen? Ja, dat is lastig. Dat vind ik echt lastig zeggen. In Egmond ook in ieder geval onder de 1:10 te lopen. En dan... 1:10, Joost, jij hebt wel 1:30:10 gelopen op de 10 kilometer. Dus we gaan ervan uit dat je minimaal toch wel 1:07 net eronder. Ja, op een echt snel parcours hoop ik dat zeker wel te kunnen. Maar in Egmond met al dat zand en het strand en zo en het weer is het gewoon afwachten. En dan eerste keer is het gewoon afwachten. Het is vooral leuk om een keer mee te maken. Ik ben benieuwd wat voor strijd dat is. En dan later wil ik zeker wel tijden van de 1:07:06 gaan lopen. Maar ik vind het lastig om nu te zeggen, in de eerste twee marathons of half marathons doe je dat even. Zo simpel lijkt het me niet. Maar op termijn wil ik dat zeker lopen, dat lijkt me duidelijk. Dat zijn mooie tijden en ik hoop dat die ooit achter mijn naam mogen staan. Dus, ja, en je zei halve marathons en volgens mij wou je iets zeggen over de marathon. Ja, dat is later, maar zeker. Marathon is natuurlijk geweldig ook. Nu hebben we er weer Amsterdam-Eindhoven gehad. Steeds meer mensen die je kent die hem lopen en die er echt naartoe leven. En, ja, op termijn wil ik dat zeker ook doen. Of dat dan 3 jaar is of 4 jaar of 5 jaar, dat moeten we gewoon maar kijken. Ja, je bent nog jong. Ik ben op zich nog best jong, ik ben nu 22, dus ik denk dat er nog geen haast is. En ik hoop natuurlijk ook 10 kilometer een keertje onder die 30 minuten te gaan lopen. Dus ja, wat dat betreft is nog veel, veel te wensen. En als ik die echt goed beheers, dan wil ik de halve marathon goed gaan beheersen en dan de marathon. En dan kunnen kijken wat er is. Maar het blijft natuurlijk de magische afstand. En, maar ja, cross is ook hartstikke leuk in de winter, dus eigenlijk is het altijd wel leuk. Dus. En wat mogen we van jou verwachten op het NK Cross? Ja, ik hoop, vorig jaar was ik 8e, dus ik hoop nu 7 of beter te worden. En langzaam naar het podium toe te sluipen. Dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Het is wel een mooi parcours daar ook. Dus hier heb ik alvast goed geoefend met de heuvels. Dus, Oké, jongens, proficiat nog. En veel succes op je crosswedstrijden. Ja, hartstikke bedankt. Jullie ook succes verder. Okay. Roger Smeets, tweede op de Enzeloop. Dit is de eerste wedstrijd weer na dik 4 maanden blessure. Hoe is je gevoel? Ja, goed. Goed. Ik wist eigenlijk dat ik maximaal voor de tweede plaats kon gaan natuurlijk met een sterke Joost van Ende in de start. Hoezo maximaal? Ja, ik ben pas weer terug in training en is gewoon op het moment heel goed te vormen. En op zich wel een lekker gevoel. Ik kon er redelijk lang bij blijven. En, hij ging op het laatst versnellen en toen moest ik hem wel laten gaan. Maar, ja. Hoeveel kilometer zat hij nu op versnelling in? Ja, ik denk de laatste ronde. De laatste klimtjes, toen zette hij hard aan naar de bochten. En, dus ook maar echt in 37 stukken moeten lopen om te volgen en dat is nu niet verstandig. Dus, ja, dat is ook geen schande om van Joost van Ende te verliezen eigenlijk. Ook al zou je in vorm zijn denk ik. Hoe ziet jouw training op het moment eruit? Ja, het is nog steeds afwachten. Ik heb eigenlijk nooit geen periode gehad met atletiek dat ik echt kan doorlopen. Ik heb nu sinds bijna 3 weken nieuwe zooltjes laten maken. En ik hoop dat ik eindelijk eens een keer vertrokken ben. Maar, dus nog even aanpassen aan die zolen en op zich gaat het wel lekker. En als het eigenlijk weer allemaal goed loopt, wat gaan we verwachten dit komende seizoen? Ja, ik heb afgeleerd om te plannen, want ik zeg het al, ik heb 5 jaar maar wat aangemodderd. Maar mocht het goed gaan, ja goed, dan wil ik vanaf het voorjaar weer wat grotere wedstrijden gaan lopen. En dan weer naar de marathon? Ja, de marathon blijft gewoon uitdagen. Je had er de leeftijd voor, ja. Ja, de leeftijd en goed, die 2:17 die prikkelt om dat gewoon een keer te bevestigen. Ja. Ja. Goed, succes en hou de blessures ver weg. Dankjewel.